als je foto's en films die je gemaakt hebt met je telefoon of met je tablet met ons, de organisatie, makkelijk wilt delen, dan maak je verbinding met het draadloze netwerk dat heet Pirate Box Share Freely. En dat is wat je verderop ziet. Share Freely. Je bent niet verbonden met Interpret. En Google weet dus ook niet wat er gebeurt. Welke foto's en films of muziek jij op de Pirate Box neerzet. Een andere mogelijkheid van de Pirate Box, die zie je onder het hoofdje chat. Onder dat grote tekstvak van de chat, daar zie je wat naampjes staan. Je kunt daar zelf een naam intypen en een mededeling. Je kunt een kleurtje kiezen voor je boodschap en je kunt dat versturen naar de chatbox. Dus als je man, vrouw, vriend, vriendin, kinderen wilt laten weten dat je al naar huis bent gegaan, of dat ze zelf maar voor een patatje moeten zorgen of iets dergelijks, of dat je bepaalde foto's voor ons of voor anderen hebt neergezet, dan kun je dat daar in die chatbox kun je dat weergeven. Kun je dat uploaden in goed Nederlands. En wat ook kan, en dat is natuurlijk belangrijk, is dat je je foto's en of je video's en of je muziek met ons wilt delen. Dan ga je naar dat vak rechts op een breed scherm. Is dat dat kleine vakje rechts. En dan kun je zeggen, oké, browse, verken. En dan open je een browser en dan ga je je videootje of je document ga je opzoeken. En wanneer je dat hebt gevonden, dan selecteer je dat. Dan meldt hij ook keurig netjes in de tussenliggende ruimte dat hij dat bestand voor je klaar heeft staan. En dan klik je op de knop upload, send. En dan wordt het verzonden. En dan krijg je ook bericht file received. En dan kun je nog een ander bestand bekijken. En als je wilt zien dat hij is aangekomen, dan klik je op de link browse files. Verken de bestanden en dan krijg je de waslijst van bestanden te zien die er hopelijk zijn. Zo, en als je één van die files zou willen hebben zelf, omdat je dat wel interessant lijkt, of omdat je wel 20 foto's van anderen wilt downloaden, dan kun je ze aanklikken en downloaden naar je eigen apparaat. Dat is eigenlijk wat die Pirate Box voor je doet.